Als de klok 13 slaat. Een nieuwe serie korte hoorspelen van Dick Dreux, geregisseerd door Jan C. Huppert. De ballade van Bliksem Willy. Stijf dat ik ben. Ah, jullie jonge kerels zijn allemaal veel te slap tegenwoordig. Dat komt allemaal maar naar Californië om goud te zoeken. En kan nog niet eens een paar uurtjes in een gemakkelijke wagen zitten. Blijf niet in de zon staan, Doc. Kom hier, in de schaduw. Ik dacht dat ik in Ballarat geleerd had wat hitte is. Maar hier? Wat een bak over. Wacht maar dat je de andere kant van de bergrug leeft kennen, Doc. Daar is de doodvallei. Woehoe. Nou, dat is het dan ook wel. Blijf staan, schiele zakkikker. Zeg, Doc. Help me even om de strengen en zo na te kijken, hè? Best. Zo, man, zoals hier de hete lucht omhoog stijgt. Die rotswand lijkt wel krom te trekken. Ach, daar ben je wel aan, Doc. Hier. Trek die gespen zijn aan. Ja. Ik zal er van de handse onderhanden nemen, hè. Staat toch wel, gila monster met je tabaksogen. Ga uit. Daar ben jou, Doc. Ja. Au. Ongelukkig beest. Wat doet hij? Hij ging op mijn voet staan. Nou ja, gaat wel over. Ik zal de rest ook maar nazien, Billy. Zeg, ja? Dat permanent waar we naartoe gaan, is het daar een wilde boel? Nou, wild? Nou, niet zo erg hoor. Deadwood was wilder. Abilene trouwens ook. Zo, alweer klaar. Hier zit ook alles weg, Willy. Ze moeten de dieren geen drinken hebben. Het schuim draait uit de mond. Laat maar druipen hoor, Doc. Strakjes moeten ze rennen, zo hard ze kennen. En met een vallenpen schuim dat niet, hè? Kom maar naast me zitten, dat is beter dan binnen. Dan kan je wel eens gelijker hebben. En zet die mooie hoed liever op je kop, Doc. Voor je het weet, hij is ondersteek. Hey! Hey! Hup! Allee! Haal op, duvels, kinderen! Hey! Hup! 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 Zo. Dus, Parlement is niet zo erg wild. Allee, man. Die jongens hebben het veel te druk met zoeken naar zilver en goud. Druk op, schelenruilen! Man, hoe heb ik aan deze boot kunnen kopen? Nou, dan zal er voor mij weinig te vinden zijn. Wat zoek je dan? Patiënten. Ik krijg zo'n beetje van het ene goudstadje naar het andere. De jongens hebben meestal de gewoonte om op zaterdagavond de bloemetjes buiten te zetten. Schieten ze elkaar gaten in de huid. En dan betalen ze goed om weer opgelapt te worden. Uitgeslapen, jonge kerel, ben jij, hè? Ja, wees maar gerust, hoor. In het permanent hebben ze werk genoeg voor je. Het is er maar niet zo erg wild, dat is waar. Maar 6, 8 meren met schrammen met een boeimatch of met een paar kogelgaatjes, nou ja, dat zit er altijd nog wel per week in. Jojo. Jij kent de goudstadjes dus al wat, hè? Black Hills, Virginia City, Dodie. Tot ik te veel concurrenten krijg, dan trek ik weer verder. Ja. Moeten we tegen die berg pas op? Daar kan je nog verder, zuntje. Dat is de enige toegang tot Permanent. Surprise Grove heet die. Zeg, kan jij een veerspan hanteren? Ja? Je paarden wel, maar die staat al beter van jou. Neem toch die leidsters maar even over. Daar leer je van. Ik denk dat ik zo dadelijk wat anders te doen zal hebben. Oh, nou ja, dan moet het, hè. Geef maar hier. Allee, hup.
Dat zullen we maar niet tussenuit gaan, Willy. Hoe harder, hoe beter. Bij de helling daar worden ze wel wezen. En houd je bak dus nou, Doc. Boven hem. Maar zijn baantje is nog open, maar niet met pellet. Jongen, jongen, wat zal ik hem bedraaien, vrede lievende medicus worden in dat mooie pennement. Zodra ze werken dat je dokter bent, laat het je maar met rust, hoor. Je voorganger hebben ze op een zaterdagavond voor de lol in de teer en in de veren gezet en weggejaagd. Sindsdien moeten ze door Karel de Hoedsmit gecureerd worden. Daar hebben ze wel wat van geleerd, reken ik. Nou, hoe was het? Hier een beetje stijl, maar we bellen er zo. Goedenavond, vreemdeling. Dorstig? Goedenavond, madam. Ja, heel dorstig. Neem me niet kwalijk, madam, voor u verder schenkt. Wilt u me de eer aan doen mee te drinken? Jij bent een uitgeslapen jonge kerel, vreemdeling. Nou, omdat je schijnt te weten hoe je tegen een dame moet spreken... en omdat die bukkeroos hier dat nou maar nooit leren kennen... de duivel waar is die fles rug omgebleven. Oh, ja. Daarom drinken wij wat beter. Wat sta je naar mijn lamp te kijken, vreemdeling? Mag ik even een lap om het glas beter te pakken? De pit brandt scheef, hij walmt. Hier. Dat is nou een voordeel als je lang van stuk bent, hè? Jij kan er zo bij. Pas op, brand je fikken niet. Jij komt ergens vandaan waar ze nog weten hoe ze de lui gedragen moeten. Een kleine moeite, madam. Zo. Waar alweer? Stel me toe dat ik maar nu voorstel... William Langley, medicus. Ben jij dokter? Ja. Man, oh man, jou moeten we hier hebben. Ik heb al meteen een klant voor je. Mabel? Ja? Kom gauw naar beneden, er is een echte dokter. Mabel heeft gisteravond een tik op de snuit gekregen van Deadwood Ben. Ze hebben een heel dik gezicht.
We zullen het bekijken, madam. Proost op uw gezondheid. Proost, dok. Jij bent zeker met de wagen van Bliksembilly gekomen. Ja, en ik snapte meteen waarom hij Bliksembilly genoemd wordt. In de Surprise Clove Paper die drie jongens uit de weg die je wilde tegenhouden en leegroven. Wat kan die oude vent Bliksems voor zijn winsten gebruiken? Dan moet je hem zien met de revolver. Ah, daar is het, Mabel. Kom hierheen, meid. Miss Mabel, prettig kennis met u te maken. Zo was het ook. Dat ziet er ongezellig uit. Zal ik wat dichter bij de lamp komen? Och, mijn haar zit er omheen. Ja. Doet dit pijn? Als ik zo heel druk? Nee. Karel de Hoefsmid duwde er haar erop. Is er azijn hier, madam? Ik geloof het wel. Maak u dan een beetje lauw warm water. Breng me de azijn en als u het hebt, een stuk linnen om een compress van te maken. En we verbinden, dok. Ik hoop dat je me niet voor gek zet. Als dok je wil verbinden, doe je heel precies wat hij zegt, gesnapt? En als er een klant te komen. Ik hoorde net een heel stil jongens in ijzerwerk afschieten. Dat is mijn zaak. Die gaan eerst naar de rustvatsaloon. En bovendien ben jij onder dokters handen. Ga water halen. Is die Deadwood Ben altijd zo ruw tegen dames, Miss Mabel? Nou, liefie is het nooit. Maar tegenwoordig is het een ratelslang. Omdat Bliksem Billy als een maat schiet. Billy zei zo wat dat Deadwood hem zocht. Ja, dat zal uitkomen. Er zitten hier alle twee al jaren en jaren, die oude kerels. Er schijnt wat geweest te zijn voor wij anderen hier kwamen. Voor de zilver gevonden was, zou ik maar zeggen. Was Deadwood ook goudzoeker of zo? Dat weet ik niet. Billy woont in een oude hut boven bij de smelterij. Dat is toch zo griezelig daar, ze zeggen. Hou je bakken, Mabel. Hier is water, dok. Linnen en azijn. Mooi. Jij moet er altijd goed op letten, Mabel, dat je niet staat te kletsen. Wel een beetje oud, hè? Nou ja, het gaat nog wel. Miss Mabel gaf alleen antwoord op wat ik vroeg met hem. En ik vroeg alleen maar zo wat om een onschuldig praatje te maken. Zo, hou je hoofd een beetje schuin, mis. Doet het pijn? Nee. Nou, als u dit nou mee naar boven neemt en er om de paar minuten uw gezicht mee hebt, dan zal die dikte wel flinken. Wel bedankt, dok. Dan ga ik maar even naar boven, madam. Schiet maar op. Dok, jij bent een beste vent. Wat krijg je van me? Niks. Is toch de moeite niet waard om daar geld voor te vragen, madam? Dan drinken we nog een bourbon. Dat met Billy, weet je. Daar moet je met Billy nooit over praten. En als je leven je lief is, zeker niet met Deadwood. Ik ben heel vast van sinds me alleen met mijn werk te bemoeien met hem. Dan kan je hier oud worden. Proost. Proost. Maar als je hier blijft, dan kan je maar beter op de hoogte komen van waar je voor moet oppassen. Heel verplicht, madam. Die hut waar Billy woont, daarachter leidt een vent begraven. Familie van hem? Dat weet niemand. Die vent die woonde daar lang voor wij hier kwamen, met zijn vrouw. Hij had wat goud gevonden, je kent dat wel, net genoeg om ervan te leven. En een paar smeerlappen hebben geprobeerd om hem te beroven. Nou, daar kwam schieten van, hè? Die vent die ging eraan. Gebeurt meer, ja. En die vrouw? Misschien gek geworden en weggehold. Misschien door die kerels meegesleept. En Billy wordt gezocht door Deadwood. Zo. Niks zo. Deadwood is een barre slechte, maar hij is hier nog niet zo lang als Billy. In het begin waren er drie kerels die hier de baas wouden spelen, maar Billy schoot ze weg. Pas daarna is Deadwood komen opdagen. Hij heeft al drie keer een potkoek tegengehouden en hij dacht het hier ook te doen. Maar de onvervaarde Billy knalt er veel te snel op, hè? Maar waarom kan er met Billy niet over dat graf achter zijn hut gesproken worden? Omdat hij dan raar doet. Een paar van de jongens hebben hem erbij zien knielen en toen huilde Billy. En ze hoorden hem met zo'n rare hoge stem praten. En toen jouwden ze hem uit. Dat was vlak voor de vorige dokter wegging. Heb ze al op iemand oplappen. En wie sindsdien tegen Billy over het graf begint, nou, die is meteen het vergiet te gebruiken. Madam. Goedenavond. Goedenavond, mister. Goedenavond. Madam, ik ben een verdwaalde koeiendrijver die hier zilver komt zoeken en zo. Verrekt aan de dorst, met je permissie. Jij kan drinken zoveel je wil, mijn jongen, maar je schietijzer moet je niet zo openlijk dragen. Daar komt herrie van. Oh, als een dame me wat vraagt, dan doe ik dat natuurlijk meteen. Hè? Met jou, mister.
Mijn broekzak ermee. Jij bent vast een end weggekomen, jongen, dat je zo behoorlijk praat. Net als Doc hier. Oh, ik heb mijn avond wel, hoor. Bij ons in Texas praten we altijd met respect tegen dames, hè? Geef dokter ook eentje van me tegen de stof. Mens, ik was daar net in de rustwatsalon. Er stonden een paar van die zuurdeegschatgravers en die begon een of andere oude kerel na te doen die net voorbij liep. Ah, geloof me of niet, maar die oude paai schoot ze allemaal de hoed van de kop, zo maar. Bleek zijn billy zeker weer? Nee. Had hij zo'n gele bandana om zijn nek en een bolhoed op? Ja, ja. Hij had lage hakken en salarissen, maar je kon toch zien dat hij rijden gewend was. Deadwood, Ben. Ja, ja, dan duikt hij hier ook wel op. Is jouw is hier zo'n kwaai, hè? Kom nou. Mijn jongen, hoe heet je eigenlijk? Zeg maar Teddy, madam. Nou dan, Teddy. Als die oude kraai ook maar nijdig naar je kijkt, laat je dan plat op de grond vallen, maar dadelijk. Madam, ik ben heel best in staat. Jij bent heel best in staat om de vijfde te worden die we hier kennen planten, als je niet een goede raad wil horen. Word nou niet kwaad, madam. Ik bedoel niks onbehoorlijks. Ik zal onthouden wat je zegt. Oh, ik had naar Texas moeten gaan als ik jou zo hoor. Daar houden ze rekening met wat een vrouw zegt. Dan komen de jongens van vak 9. Mabel? Ja? Boven blijven hoor, Deadwood loopt overal te knallen, wordt me net verteld. Joehoe! Ik meen dat Billy vanavond nog hierheen wilde komen. Ah, dan kan het best wezen dat je al meteen gaat verdienen, Doc. Waar is mijn vredestichter? Die zal ik maar bij de hand houden. Dat is een best knuppeltje met hem. Maar kun je dat ding dan wel hanteren? Je hebt van die kleine handen. Zo'n jonge jongen kan toch vleien, hè? Weet jij hoe ze mij noemen, Teddy? Rukwind Annie. Wel eens van gehoord? Reken maar. Dodge City is er nog vol van met hem. En Lone Pine en Tombstone ook allemaal. Rukwind Annie. Madam, mag ik de eer hebben je de hand te geven? Ik weet niet of dat hoort natuurlijk, maar allemachtige rukwind. Geef op je voorpoot. En nou drinken we er nog eentje van mij, en dan doen jullie verder heel kalm aan, jongens. Ik heb het voorgevoel dat ik straks minstens 2 kerels in de buurt moet hebben die nuchter zijn. Alsjeblieft, het spul begint. Daar is Mr. Deadwood. Wat een mazaneke, jongens. Goedenavond, gentlemen. Bliksem Billy gezien, Annie? Bij ons beginnen ze er altijd mee om een dame te groeten, mister. En hier is al menig een geëindigd. Die zijn bakkers niet wist al, vreemdeling. Nou, Annie, hoor ik nog wat? Ik wil eerst weten waarom jij Mabel zo'n tik moest geven. Ze stond in de weg. Waar is Billy? Nog niet hier geweest, zoek je hem? Vanavond hoop ik Mr. Blix en Billy te vinden. Voorgoed. Je hebt weer gedronken, hè, ouwe? Hé, stop hier de volgende weg! Zeg nog één keer, ouwe, tegen me. En ik zorg ervoor dat jij het zo als een jonkie bent dat me voorgaat. Ik zal eerder hangen dan erbij te blijven staan als iemand een dame zo treitert. Hier zijn geen dames. Hier is alleen Annie. En hou jij je snavel, kuiker. Je verveelt me. Hou je er buiten, Teddy, dat heb je beloofd. Je krijgt je zin, Deadwood. Daar heb je Billy. Maar geen keten hier binnen, hè? Ik zal wel zien. Zo, Billy. Daar ben je dan, hè? Zo, Deadwood. Je had pech vanmiddag, hè? Wie mis je deze keer? Een betere kerel dan jij ooit geweest bent, Billy. Mijn oudste zoon uit Abilene. Wist niet dat je nog familie had? Een heel slangenest, hè? Deze slang gaat jou vanavond bijten, Billy. Wanneer je maar wil. Bonnelari. Hé, hey, Doc. Vandaag is het precies 10 jaar geleden dat je iemand neerschoot waar je af had moeten blijven, Billy. Mijn broer, Jesse. Jouw broer, Jesse, was een smerige rover, Deadwood. Net als jij. Hij knalde een man kapot om zijn stofgoud te hebben. En wat er van die man zijn vrouw terecht kwam, deed hem niet. Ik heb dat anders gehoord. Ik versta wat je zei wel. Je zal je zin hebben. Zo. Is dat alweer 10 jaar geleden? Maar blijft de tijd, hè? Dat is dan bijna net zo lang dat ik hier aan het wegrijden ben. En het is ongeveer 8 jaar dat ik heb geprobeerd om jou net zo laf
uit de weg te ruimen. Als het met mijn broer gebeurd is. Ik was toen een slechte schutter, hè? Maar ik kreeg ze pas, die Deadwood. Om wat die Nel Bywater en der man gedaan had. Die vent daar zat vanmiddag in de weg. Anders hadden de jongens jou gekregen. Heb jij wel eens opgeteld hoeveel van jouw ratelslang ik al heb uitgeblazen? Ik ben geen bolletje in het rekenen, Billy. Tot 6 kan ik tellen. Net genoeg om een schietijzer te laaien, dat al heel lang op jou wacht. Neem dan een borrel, kerel. Want anders zeg je de moed weer weg. Wel ja. Annie, geef een borrel van Billy. Wijlen blik en Billy. Kunnen twee zulke oude kerels nou niet wijzer wezen? Moet er nou altijd moord van komen? Niet kletsen, inschenken. Ik pak die borrel met mijn linkerhand, Billy. Zolang je binnen bent, ben je veilig. Hoeveel helpers heb je daarbuiten? Deze keer geen enkele. Erg stom. Wie moet jou dan straks wegdragen? Dat wijf van die goudzoeker, waar jij zo dik over doet, hoe heette die ook weer, zei je? Nel Bywater. Die heb ik later gezien. In Dodge City. Ze zat op mijn knie. We hebben er eentje gepakt op de dode vent. Jij bent een vuile leugenaar, Deadwood! Nee, makker. Zo krijg je me niet, hoor. Alles kalm en heel netjes. Hé, hey, jij daar, cowboy. Wat moet je? Ga jij straks mee naar buiten om erop toe te zien dat er eerlijk gespeeld wordt. Voor 1 looie peso ging ik liever zelf tegenover je staan. Nou, daar zal Billy alles voor voelen, hè, Billy? Jongen, jongen, wat was die Nel Bywater dronken, zeg. En nou kwaad, Billy. Dat is verkeerd voor je schiethand, hoor. Dan gaat die beven. Weet je dat niet? Gentlemen, als ik dan scheidsrechter moet wezen, dan zeg ik dat er nou genoeg getwijfeld is. Mr. Billy, ik vraag je met de hand op de constitutie van onze Verenigde Staten van het Vrije Amerika of je deze puizerd wil wegschieten zoals voor zij de constitutie dat omschrijft en weergeeft. Waar haal je de woorden vandaan, joh? Ik reken van wel, ja. Dan vraag ik jou, Mr. Deadwood, hier en voor mij staande, of je bereid bent om open spel te spelen zoals voorzijd in de genoemde constitutie voor beter of slechter. Ja, jongetje, ja. Dan bepaal ik, gentlemen, dat jullie voor deze deur met de ruggen tegen elkaar gaat staan, ieder 6 passen vooruit doet en op mijn bevel je omdraait en schiet zolang je een poot kan gebruiken, waarvan akte en publieke kennisgeving. Kom op. Dat moest er van komen. Ja. Niks meer aan te doen. Opgelet. Ja! De vuile potvader! Dat had ik moeten weten! Ik ga naar buiten door Billy opraken! Ja, geef binnen met hem. Die lak van het Deadwood keerde te vroeg om mijn schoot. Ik zie het. Weinig meer aan te doen. Waar is Deadwood? Dat is nou het wonder, man. Billy hier viel al, maar hij richtte en schoot in ene door. Deadwood leidt achter de waterton. Papier. Binnenzak. Binnenzak. Ik heb ze al. Blijf hier, dan kan ik je kleren losnijden. Begraven. Alles wat je wil. Geef maar je dat binnen. Til hem eens een beetje op, Terry. Hij wordt ineens zo zwaar, Doc. Ja. Afgelopen. Wat zijn er voor papieren? Allemachtig. Wat is er nou, Doc? Kleed nou eruit, misschien kan je er nog wat aan doen. Luister, madam.
een mens trouwt voor goed en slecht. Jim was een brave kerel. Ik heb hem nooit kunnen vergeten. En hij mocht niet zonder vergelding gestorven zijn. Nell Bywater. Nou, wat zou dat? Gaan we achteruit, Teddy. Maak dat hemd open, madam. Wat is dat? Ah. Jullie bliksem, Billy. Dat is... Dat was Nell Bywater. Dit was het derde in de nieuwe serie korte hoorspelen van Dick Dreux als de klok 13 slaat. Met Piet Ekel als Bliksem Billy, Constant van Kerkhoven als Deadwood Ben, Paul van der Lek als Doc, Tony Huurdeman als Rukwind Annie, Joke Hagelen als Mabel en Harry Bronk als Teddy. De regie had Jan C. Huber. Thank you.